Ik ben Martin Dabbel, Belgisch kampioen panna en elke week leer ik jullie een super tof trucje aan. Voor we eraan beginnen, wil ik jullie nog voorstellen aan mijn assistent, Luca Koe. Kom er maar bij. Voilà, dat is dus Luca de Koe. Jullie dachten misschien dat het Romelu Lukaku ging zijn, maar die kon er helaas niet bij zijn vandaag. Maar Luca de Koe is minstens even goed, hè, toch? Voilà, we gaan er gewoon aan beginnen. De truc van vandaag is super basic. Jongleren, ofwel het balken hoog houden. Het is misschien niet heel nuttig op een plein, maar wel supergoed om je balgevoel te verbeteren. En het voordeel is, eens dat je de truc kan, kan je uren verder jongleren. Ik leg het even uit. Stap 1. Je laat de bal uit je handen vallen. Je trapt hem terug in de lucht en je vangt hem op. Ik doe dat met rechts. Ik doe dat met links. Stap 2. Iets moeilijker al. Je laat de bal vallen, telkens met één tussenbots. Ik toon het eventjes voor. Met rechts, met links. De bal botst, ik jongleer. Botst, jongleer. Botst, jongleer. Als je zegt dat begint al heel goed te lukken, dan kan je gewoon overgaan naar de laatste stap. En dat is gewoon jongleren zonder dat de bal valt. Maar dan moet je hele goede controle over de bal hebben, hè. Voor mij is het natuurlijk gemakkelijk om te zeggen, jongleer maar. Ja, ik doe dat ook elke dag. Maar moest het bij jullie nog niet zo goed lukken, dan heb ik wel enkele tips. De beste plaats om de bal te raken bij het jongleren is ofwel met de vreef ofwel met de tip. Persoonlijk vind ik de tip nog beter, omdat je dan nog meer controle hebt over de bal. Ook is het belangrijk om nooit je been te strekken bij het jongleren. Het is altijd beter om je knie lichtjes te buigen. En als laatste is het ook heel belangrijk om de bal nooit hoger dan je heup te laten gaan, omdat het dan nog moeilijker is om de controle over de bal te behouden. Oké, Luca, heb jij goed geluisterd naar mijn tips? Luca, heb je daar juist goed geluisterd naar mijn uitleg? Oké, dan mag jij eens proberen te jongleren. Ja, doe maar. Zoveel mogelijk. 1, 2, 3. Ja, goed gedaan, niet slecht. Maar de boodschap voor Luca is om nog heel veel te oefenen. En trouwens, voor jullie thuis is dat ook de boodschap. Oefenen, oefenen en nog een keer oefenen. Gaat het, Luca? Kan er iemand een dierenarts bellen?